Holland-Friesland, de wedstrijden, de strijd, die gaat van de week beginnen. Die gaat beginnen. Morgenavond proberen we als de weergoden een beetje meewerken. Dan hopen we morgen de eerste strijd eraan te gaan met de Hollanders, ja. Dus, ja. Meestal winnen de Friese, dacht ik, hè? Op Sneeken ligt de stand ongeveer 50-50, dacht ik. In zijn totaliteit hebben de Hollanders toch wel wat een meer overwinning geboekt. Hoe kan dat dan? Dat is lastig. Ja, nou, laat ik het eenvoudig zeggen. Ze hebben een keuze uit meerdere zeilers. Misschien zitten er ook wel betere zeilers. Ze hebben wel het materiaal, het enthousiasme. Hier in Friesland zijn misschien 12, 13 actieve regenboogzeilers. Daar moet je dus 5 uit kiezen. En bij Holland zijn er misschien wel 30, 40 regenboogzeilers. En daar kunnen zij uit kiezen. Dus hun selectie is breder. En daarnaast hebben ze ook hele goede zeilers. En wie gaat daar verandering in brengen? Dat gaan wij morgenavond weer proberen natuurlijk. We zijn wel redelijk aan elkaar gewaagd. Dat denk ik wel. Het weer, het hangt soms wel een beetje van de wind af. Maar wij gaan morgenavond zeker voor de overwinning. Dat is het ding wat zeker is. En wie zijn de toppers die het moeten gaan doen? In feite is het is een teamwedstrijd. Dus er zitten geen toppers in. Hè. Het is niet zozeer belangrijk. Het is niet belangrijk wie één wordt. Het is belangrijker om een Hollander naar achteren te zeilen. Dus er zitten geen toppers bij in de zin van die wordt 1 en die wordt 2 en die wordt 3. Nee, het als opereringsteam. Dat is heel Holland moet naar beneden. Heel Holland moet naar de kelder. Ja. Ja, zo zei het ook. Ja, zeker. Dat gaat er gebeuren. Ja, nou, we zullen het zien morgen. Oké, let op en kom maar bij me terug als de strijd geweest is. Ga ik zeker doen. Dankjewel. Oké, graag gedaan.